Vandaag was dit mijn eerste jaag voor mijn eerste boek. Ik heb al baie lang gewacht voor hierdie dag. Ik was zo opgewonden, ik kon uit mijn vel bars en afwachten. Ik heb geweet, na al mijn oefensessies ga ik het definitief recht krijgen. Ik wil niet in die veld komen. Achter op die bakkie was dit ijzig koud, die wind het erg gewaai en mijn bekommernisse het begin. Die bokke het blij ver weg hol, maar elke keer als ik deur die skou kyk, het dit mij niet meer en meer opgewonden gemaakt. Toen dit bij die skoot kom, het ek gebewe soos een riet van die koue. Die wind het kwaai gewaai, die bokke is ver en ek het begin twyfel. Ik zak achter die skuip en probeer mezelf bij mekaar krijgen. Mijn vrienden en familie verzekeren mij, ik kan het doen, hulle weet ek kan. Ik trek die sneller en ik hoor hoe my skoot die bok tref. En dadelijk het ek gewonder, het ek alles recht gedoen. Ek het my asem opgehou, toe die bok geval het. Verlichting en blijdschap is al wat ek kon voel. Ek is net so blij en dankbaar dat ik elke oomblik saam met mijn vrienden en familie kon deel. Ons het dit lekker gevier, soos Suid-Afrikaners altijd doen, met die tradities, en ek kan dit tot nou nog nie glo dat dit gebeur het nie. Maar ek sal dit vir altyd onthou, en ek sal nie een oomblik verander nie.